Het stalletje heeft Wijnie al vele jaren, maar ze verkoopt er nu ook planten bij. En toen ze dat ging doen, gingen de buren klagen. Mijn buurvrouw kwam een paar weken geleden met het probleem dat wij de privacy schonden. En ik stond bij een gastfornuis om bramen in te pakken. En toen had ze een probleempje, zei ze. En ik zeg, nou buurvrouw, dat probleem kunnen we oplossen door een schutting te plaatsen. Maar de schutting was niet genoeg. De buren klaagden vervolgens bij de gemeente. Die bekeek het bestemmingsplan en daar past dit allemaal niet in. Voor 1 september moet het weg zijn. Ook de kippen. En dat zou vreselijk zijn voor Wijnie. Ik werk nog 32 uur per week. En als ik dan lekker thuis kom en ik kan lekker met de kruiwagen door de boom gaan lopen met mijn kippies, eieren rapen. En ik heb geen jammetjes meer, ik ga jammetjes dan koken. Dat vind ik gewoon heerlijk. Dat is voor mij een beetje ontspanning. Bij het kraampje is het lekker druk. Mensen tekenen de petitie en kopen jam en fruit. Ja, gezellig. Gewoon leuk. Even lekker onverwachts wat lekker fruit kopen. En nu moet het weg. Wat vindt u daarvan? Ja, zonde. Heel jammer. Ik zeg, zoiets moet toch overal gewoon te doen zijn? Nou, dat is vreselijk erg. Dan denk ik, dan woon je zo vrij. Heb je zulke mooie spullen. Dat moet je toch aan de man kunnen brengen? Door 1 buren? Ik kom hier vaak voorbij en dan neem ik graag iets mee voor mijn vrouw. En dan is ze altijd blij en is ze altijd dankbaar thuiskomen. We hebben aangebeld bij de buurman. Die wilde niet voor camera reageren. De gemeente Molenwaard heeft laten weten met de buurman en met Wijnie in gesprek te willen.